Het is wat jij zegt, maar het is al heel lang niet meer te volgen. Ook de hensballen zijn niet meer te volgen. Nee. En wat dacht je van die overtreding van die jongen op dat Mexicaantje? Die Promes, inderdaad. Ja. Die was ongeveer 3 kwartier te laat. Ja. En het ventje vloog 3 meter door de lucht heen. Ja. En dan, Wiedermeijer zei van... We hebben hem volgens mij. Hebben we hem? Ja, ja we hebben hem. Ja, die is natuurlijk gewoon... Die is natuurlijk gewoon rood. Maar... Ja, als dit geen rood meer is... Ja, dit is natuurlijk rood, maar ja, want dus... Kijk eens. Ja, Maar, ja, interpretatie ons. Maar dan zegt Wiedermeijer... Nee, maar dan zegt Wiedermeijer bij Wiedermeijertjes, wat zei hij? Dat hij niet met een gestrekt been komt. Nee, het maakt mij niet uit hoe die komt, want als die niet opspringt, is maar het alles kwijt. Die Wiedermeijer heeft als scheidsrechter nooit de situatie goed kunnen beoordelen. Nee, maar, en dat is nu de grote wijze die maken ze ook, die het uit gaat leggen. Die geven ze ook in Engeland rood voor. Dat voor denk dit, ik wel, ja. Dit. Maar hij zegt erbij, het is geen gestrekt been. Het probleem zit hem in de snelheid. Het is onbezuist, dus geel. Het moet buitensporig zijn voor rood. Het is niet buitensporig, dit. Is het niet buitensporig? Dit is, Reinald vertelt de mening vanuit de videoscheids. Hij verwoordt het, ja. Ja, en dus hij verwoordt wat de videoscheids zegt. Nou, dit is de videoscheids zijn mening. Ja, het zal woensdag weer blijken als we in Zeiss hebben. We kijken die beelden of de hele groep daar wel eens over denkt. Maar dit is niet buitensporig, wordt er nu gesteld. Buitensporig dit is een buitensporige overtreding, dit. Nou, hij komt er vrij wild in, dus ik denk... Ja, vrij wild in, Bas. Hij hangt in de lichtmasten. maar ik zou er wel eens bij willen zijn bij zo'n bijeenkomst in Zeiss. Want kijk, die ja, maar jij mag nu toch binnen met dat ding? Ja, jij mag erbij zitten. Ja. Ja, ik kan met die band overal naar binnen. Ik kan dat opeisen natuurlijk. Ja. Jij kan eigenlijk overal, een nachtclub loop je zo naar binnen. Ik zou nu die Jumbo-winkelier uit Hengelo wel eens even toe willen spreken, weet je wel. Maar dit is wel heel ingewikkeld aan het worden allemaal. Ja, maar het is heel ingewikkeld. Maar wat je nu ziet is, we hebben het heel vaak erover, als je hockey hebt, bollenkant, voet... Makkelijk strafcorner. Ja. Bij voetbal is het gewoon, en dat wordt overal ook verteld... we hebben zoveel discussiemomenten, en die waren er al. En je ziet nu dat dat nog steeds blijft. En het blijft. Er is niks veranderd. Blijft. Er is niks veranderd. Nee, maar vraag voor jou, Henk. Vond je het de rode kaart voor Huntelaar of niet? Luc van der Wal uit Nooddorp. Was het nou rood of niet? Ja, die schop na. Jij zat te kijken daar als VAR. Ja, trap na. Ja. Ja. Nou ja, ik moet dan... Ik ben echt eerlijk. Als ik als VAR zit, dan moet de scheidsrechter echt van mij 1000% na zitten. Want hij moet gewoon die wedstrijd blijven fluiten. En ik zie dat Huntelaar ook inkomt op dat beeld. En ik zie dat hij inderdaad zo'n trappende beweging maakt. Maar is er brutality? Trapt hij hem echt dat je denkt van... Nou jongen, dit wat gebeurt hier? Bam, maar hij trapt zich op. En dat mag niet. Ja. Ja, maar vind je... Ja. Nou ja, hij hoeft voor mij geen rood te krijgen. Nee, ik vind dit niet zwaar genoeg voor mij. Nee, ik vind vooral voor mij geen rood te krijgen. Nee, dit is een reactie, een tikje. Dat nou, dit vind ik maar de vraag was van Henk, dus wat vind jij ervan? Oh, sorry. Henkie. Ja. Je hoeft mij geen Henk meer te noemen. Hey, doe nou niet zo moeilijk, Johansie. Walter. Nee, maar jij gaat heel snel over die andere heen. Daar hebben we nog geen antwoord op. Welke? Nee, ja, met de Lozano. Die we zijn Promes. Bij de... Nee, we zijn verder. Promes. Ja, nee, maar is dat, nu is verder. Is dat nou rood of niet? Nee, we gaan verder. Nee, we gaan even terug. Doe bij Kees nog een keer dit onder de loep nemen. Ik wil van Bas weten. Bas, is dat rood of niet, die Promes? Nou, ik denk dat het merendeel van de groep daar wel naar neigt. Als we bij elkaar zitten. En het wordt, Wilfred, het wordt tijd dat Hans nu de opstelling van PSV bekend maakt. Ja, volgende doe niet zo boos, joh. We hebben Oranje ook nog zo meteen. Gewoon tegen zijn vrouw gezegd, Hansje pesten. Tegen de Duitsers. Nee. Maar hoe lang moet hij die band blijven dragen eigenlijk, toch? Die doe ik vanavond over mijn pyjama. Ja, die hou je gewoon? Maar dat vloekt natuurlijk met die pyjama met brandweerrotertjes. Ja, dat is wel zo inderdaad. Ja, daar moet je een beetje mee oppassen. Smaakt de Bavaria een beetje? Nou, ik zit al te kijken. Normaal aan tafel krijgen we wat te drinken, maar het is hier, je kreeg helemaal niks. Het is allemaal leeg. Is dat maar? Nou, er zijn... Bavariaatje natuurlijk, hè? Ja. Dat is een pijnlijke opmerking, want de hele directie van Bavaria... Ja, die zit daar natuurlijk, maar die zitten... Escha kan gelijk even bijtappen. Die gaan nu persoonlijk ingrijpen met bier slepen. Ja, die gaan nu zelf lopen met het bier natuurlijk. De meneer achter wil ook een Bavariaatje. Nou, dan gaan we die met z'n allen even uitdelen. Want we zijn bij het Bavaria... Want het blijft natuurlijk uitstekend bier. Ja, heerlijk bier is het inderdaad. Dat gaat gewoon zo snel. En dan alcoholvrije bier, dat blijf je ook van drinken, hè? Ja, het is echt heel goed inderdaad, ja. Je drinkt het gauw zo snel dat je weer een nieuwe wil hebben natuurlijk. Brengt ons toevallig, ik weet niet hoe dat kan, bij het Bavaria Social Moment. Dat kunt u nog steeds in grote getalen insturen. Heeft hij natuurlijk ook gedaan. Deze is ingestuurd door Remy Bos en die heeft de actie van Peter van der Horst. En die speelt toevallig bij Horst, dat zal ik niet te geloven. En die maakt deze actie zo. Ja, lekker. Ja, wat is er gebeurd dan? Peter van der Horst. Nee, hoe die hem dan langs ging. Ja. Maar dit is een geweldig eigen doelpunt van bij Quick Boys is dit. Schitterend, ingezonden door... Lionel Fitch, door Jan Valk zie ik inderdaad. Jan Valk heeft hem ingeleverd. Maar het was Lionel Fitch die deze terugspelbal gaf. Ik heb er niets van gezien, maar dat kan mijn leeftijd zijn. Je zit echt heel ver weg. Als je er heel dichtbij ziet, dan zie je het. Maar voor de rest zijn het ontzettend leuke filmpjes. Ja. Ja. Je krijgt er dorst van, hè? Ja.